hebt daar nog een 14 seconden de tijd voor. Dan moet je tempo maken. En als ik dat zeg, is dat een understatement. Want hij maakt tempo. Hij heeft het tempo hoog liggen. Het is een fenomenale atleet, mag je natuurlijk zeggen. Maar als we dan hier kijken, dan zeg je natuurlijk met chapeau. Niki Nijman. In een tijd van 5:22:21. Ik moet het even officieus doen. Maar die Niki Nijman, die laat zien dat je de goede hand op doet. 734 is dat die Max Swaap is. Ja, die had vorig jaar 5:29. Nog een beetje zelf tijd. Als je 3:7's hebt en je hebt Wouter Seppelwolde, ja, dan ben je natuurlijk ook een hele snelle. Vorig jaar 6 minuten en 1 seconde. Hij is 20 seconden sneller dan vorig jaar op die 1,5 kilometer. En dat is wel netjes, toch? Hier ben je een temperatuur van 20 graden. En met nummer 763 is dat Julian van der Belt. Oh, Julian. 5:54. 731. Hij kijkt naar de klok, want dat is een mooie atleet, hoor. Van Vossenbelt. Kwam Vossenbelt op je binnen in net om en nabij die 6 minuten. En dat is wel mooi, hoor. We hebben hier natuurlijk met die Nijman. Is een fenomenale atleet, hoor. Vorig jaar 5:22. En nu misschien zelf de 714 Mathieu Hazen. 795 bij de meiden. Komt daar binnen met 795. Is dat Suzanne Hultjes dan in die 6:18. En die liep vorig jaar 6:19. En toen is het. En ze gaat van brons schaatsen naar goud. Kijk. Ja, daar moet je behoorlijk aan de bak, hoor. Als je met nummer 768 van het Atletic binnenkomt, dan doe je dat ook goed. SP Mulder binnen. Daar zit natuurlijk ook Loes Damersson bij van Rijssen. We hebben met nummer 765 Maxi Quintenberg. Oh, Max 35. En met nummer 792. Dan zeggen we Naomi Hazen. Daar zit met 86 is dat Maureen Rekers. Komt gedaan naar Maureen, hoor. Snelste meisje uit Almelo. En als we dan kijken met nummer 805, heb ik niet op het lijstje staan, maar ze loopt wel in die wedstrijd. En dan gaan we kijken, hoor, aan die bimbo. Laat je niet verrassen, jongen. Laat je niet verrassen door die meid, hoor. Het is niemand minder dan Elske Ketting. En daar zit ook met nummer 708 bij Lisa Nijkamp. En daar staat ook nog voor met 743 Roos de Wilde. Het is een wilde wedstrijd, hoor. Met nummer 147 gaan we natuurlijk kijken naar Britt Koster die binnenkomt. En Brinkje Koster, 27, de man met 804 in de lange broek. Dat kan. En dat is hier met nummer 724. Dankjewel, Raaf van Steenhuis. En als je dan 7:30 noteert. En het publiek is enthousiast als die jeugd binnenkomt. Hè. Want daar moet je het wel van hebben. Hè. Wie de jeugd heeft de toekomst. En met nummer 770. Is dat Lucie Jassing? Ah, Luc gedaan, Luc hoor. 7:43. En dan hebben ze nog lang niet binnen. Want zij heeft nog een mooie boksentechniek. Kan ze die houden? En dat is goed. Ik ben een fantastisch atleet om binnen te zien komen. Is dat Estelle Schutterman? Oh, daar komen de schuttermannen. He, vroeger kwamen de schutters. Maar Schutterman wel onder de 8 minuten. En dat was natuurlijk wel dat doorzettingsvermogen. Is goed. En dat geldt natuurlijk ook voor haar. En haar is 702 Ilse Tijing. Goed gedaan, hoor. En met nummer 773 is het Mila Kraak. En dan mag je natuurlijk zeggen, 8:12, vroor zeggen ze, het vroor, het kraakte, het vroor, het kraakte als het vroor. Hoe zeiden ze dat? Johan, die zei, het kraakte, het frust het kraak, ja, dat is volgens mij, dat zegt Harmu Driessen, zegt dat ook altijd, hè. Het frust uw kraak, maar ja, hij zegt het niet meer, en dat kan. Met nummer 802 is dat Sam ten Bonsje. Oké, okay, Sam, mensen, pak hem. Ja, als hij met de fles wordt grootgebracht, dan heb je nog veel energie. Zeker in die laatste meters natuurlijk. Hè. En dat is het spannende, als je de jeugd ziet. Als ze dan zo fel zijn om alles uit de kast te halen. Natuurlijk, we hebben fietsers voorop, we hebben fietsers achterop. Ook achterop, hè. Toch, jongens, is wel een mooi werk, hè. Ah, dat is mooi. Daar komt de fietser achterop, komt de baan op. Dat wil zeggen dat we ze allemaal in veilige haven hebben. En met nummer 711 is het Daphne Kapper. Daphne Kapper en Holte gaat binnenkomen in een tijd van 9 minuten en 4 seconden. Zullen we met elkaar afspreken dat we even kijken waar die fietser, of is hij daar? Oh, is dat hardlopertje gestopt? Jongens, kunnen jullie gewoon een bagagedrager wel doen, hè? Voor een geval dat jullie zeggen, ik moet nog een mooie meid meenemen. Het is zomaar een avond, toch? 9:29, dat kan ook. Soms is het pijn lijden, dat is ook wel genieten, toch? Kijk. Ja, ze heeft het toch wel aardig wat snelheid in die laatste meters, hoor. En als je daar zo binnenkomt, dan is het mooi. Als ze nog onder de 10 minuten kan, hier even aan de linkerkant gaan finishen. En ze heeft een mooi gezicht, hè? Met nummer 782. Is dat Anouk van Loo? Oh, Anouk die zei voor de wedstrijd 10 minuten. Als ik dat haal, dan ben ik de prinses van vanavond. En dat is ze, hoor. Want ze komt ruimschoots onder die 10 minuten. En dan loopt zij ook die laatste meters goed. Is dat Mirjam Busje?
Bedankt, Mirjam. Je hebt het goed gedaan, meisje, hoor. 10 minuten en een 7, 8 seconden kunnen we noteren. En op nummer 787 is niemand minder de sympathieke atlete die niet op dat briefje staat. Maar ze heeft wel goed gelopen, 10 minuten 18. En dan kun je soms wat pijn hebben, toch? En dan heb je weer de kracht, dan heb je de souplesse. En dan heb je natuurlijk even je startnummer vasthouden. Maar je hebt het goed gedaan. 700. Is dat Yveske Jongsma? Ik hoop dat ik het. Of is het Yveske? Of Yveske? Het is wel een mooie Linderse naam, hè? Yveske Jongsma. 10 minuten en 37 seconden. En dan gaan we binnenkomen, hoor. Als je daar zo staat te ontspannen. Anja Bijpost. Anja, je staat erbij, je keek ernaar, maar wel een schitterende medaille. We gaan haar wel een applaus geven, hè? Want ze geeft niet op, hè. Wat je niet op, ah, kom maar, blijf dribbelen, je bent in vorm. 779, is dat Noah Lemans? Ah, goed gedaan, Noah, hoor. En dan zie je dat hij op binnenkomt. 11 minuten en 4 seconden. En dan zeg ik chapeau. Ook als je de winnares bent, of de winnaar, of je komt binnen in 11 minuten. Het meedoen is zo ontzettend belangrijk. Zeker hier op deze Rijzenberg. Want de AV Rijzen is natuurlijk een club voor iedereen. Daar kun je jong voor zijn, daar kun je wat minder jong voor zijn. Daar mag je dun voor zijn, je kunt wat dik zijn. Je mag soms een biertje drinken, dat kan, hè? Niet te vullen. Je kunt hier altijd worden getraind met schitterende trainers. En het is niet alleen hardlopen. Als je de jeugd hebt, je zegt wel eens, als je op wil voeden, dan is atletiek en gymnastiek misschien wel bij uitstek. En dan doe ik de voetbal, niks tekort, want Excelsior krijgt wel goede voetballers. Maar als je jong bent en je hebt zin in atletiek, je hebt zin in gymnastiek, dan gaan we doen. En als je zin hebt in muziek, dan gaan we dat gaan luisteren. Henk Baan heeft mij een schitterend drie briefjes gegeven. En op die briefjes staan de allerbeste atleten van vandaag. Althans, de top drie hebben hier staan. En die gaan we uitnodigen voor de prijsuitreiking. Zullen we beginnen met de Bambino-loop? Je moet even kijken, dan weet ik niet of daar ergens een hek open is. Dat is altijd een beetje, hier staat het podium, alles is afgesloten. Even kijken, jongens, hoor. Dit moet eng doen. Zo, jongens, namen. Koert Jongsma, Chris Nijsing, Luc van Bussen.